Goedemorgen, u kijkt naar het weerchinaal van weerplaza.nl. Vooral aan de noord- en westkust vallen vanochtend een aantal buien. Lokaal is misschien ook een klap onweer mogelijk, maar tussendoor zijn er ook zonnige momenten. Daarbij is het vrij kil met temperaturen van 11 tot 13 graden en waait het vooral aan zee hard uit het noord-noordwesten, windkracht 7. Vanmiddag verandert er weinig aan het weerbeeld, opnieuw nog altijd die buien, lokaal nog altijd kans op een klap onweer, maar de wind die neemt iets in kracht af naar krachtig, windkracht 6, en temperaturen die daarbij uitkomen rond 14 graden. Vanavond zijn er dan wat minder buien, zijn er ook opklaringen en daalt het kwik naar ongeveer een graad of 10. De wind neemt verder in kracht af en begint iets naar het noorden te draaien, en dat allemaal op nadering van een storing die morgen overtrekt. Morgen is het bewolkt en er valt enige tijd regen. In de regen wordt het niet heel veel warmer dan 12 of 13 graden. Later in de middag kan het aan zee 14 of 15 graden worden. Zondag duidelijk de betere dag van het weekend, met soms zon en iets hogere temperaturen. Ook maandag nog vrij rustig, maar dinsdag kunnen we opnieuw wat regen verwachten, bij maxima rond 15 graden. Mijn naam is Wilfred Jansen voor weerplaza.nl.